Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie willen komen luisteren. Ik heb een verhaal, dat is een beetje mijn verhaal, maar het wordt misschien ook een groter verhaal. Hoe dat precies gaat uitwerken weet ik niet, maar ik zal jullie vertellen wat mij is overkomen, wat ik gedaan heb. Wat ik ben tegengekomen, waar ik naar op zoek ben geweest en wat ik gevonden heb. En misschien dat dat op een gegeven moment een verschil kan maken. Het zal gaan over neurodiversiteit, over duurzaamheid eigenlijk en over het feit dat de mens zowel de buitenwereld als zijn binnenwereld een beetje een puinhoop van heeft gemaakt. En misschien dat we daar iets aan kunnen doen met z'n allen. En misschien dat neurodiversiteit daar een verschil in kan maken. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Ik ben Helmer van Weelderen. Ik heb een leven achter de rug waarin toch een aantal dingen op een gegeven moment zijn spaak gelopen. Ik heb een tijd meegedraaid in het bedrijfsleven. Ik heb een academische studie afgerond. Ik heb verschillende banen gehad. Ik kon alles aan. Maar ben toch op een gegeven moment vastgelopen. Ik heb een echtscheiding meegemaakt. Mensen die in mijn nabije omgeving stierven. Ik ben heel vaak verhuisd in mijn jeugd. En wortelen is eigenlijk een soort thema geworden. Een van mijn eigen trauma's is eigenlijk van, kan ik gezien worden zoals ik ten diepste ben? Kan ik mezelf zien zoals ik ten diepste ben? Dus dat heeft mij me geraakt. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ben nu 51. Ik heb twee kinderen. Ik ben co-ouder van twee kinderen. Maar goed, op een gegeven moment was er dus een echtscheiding. En lag dat leven lag eigenlijk in puin. En een paar jaar daarna kreeg ik een soort coming-out rondom hoogbegaafdheid. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Hè? Dus moeten er toch meer mensen zijn zoals ik? Hoe zit dat dan? Dus van daaruit ben ik, vanuit een soort kwetsbaarheid ook, ben ik een community gestart, Ontdek je hoogbegaafdheid, voor volwassenen. Ik ben een paar keer bij Mensa op bezoek geweest. Ik vond het op zich wel interessant. Alleen ik miste de drang om naar binnen te gaan. Destijds, ik weet niet hoe het nu is. Maar die miste ik toen. Dus toen had ik zoiets van, ja, maar dan ga ik iets voor mezelf oprichten. En voor anderen wat drempeloos is en waarbij dat misschien wel meer gebeurt. Nou, dat heeft me ertoe gebracht om dus 6 jaar geleden in 2010, april 2010, een community op LinkedIn op te richten. Ontdek je hoogbegaafdheid. Er zijn nu inmiddels bijna 1000 mensen lid van. Het heeft een hoop mensen geholpen om laagdrempelig te snuffelen en te kijken van, hey, hoe zit dat dan bij mij? En het heeft mij heel veel mooie ontmoetingen met heel veel mensen opgeleverd. Ik ben zelf nog wat extra coaches afgegaan. Ja, om al die facetten van mijn ruwe diamant als het ware, maar steeds weer een beetje bij te slijpen. Dat is gewoon ploeteren geweest, maar dat geeft niet. Dit is dus mijn weg geweest. Op een gegeven moment ben ik toch antwoorden ook gaan vinden. Ik ben op sociale media verder gegaan in mijzelf te uiten. Ik heb een YouTube-kanaal, ik heb Twitter, ik heb een Facebook-pagina. Ik heb dus die community. Ik heb ook een mevrouw een community cadeau gegeven, een subgroep, hoogbegaafd en vrouw zijn. Dus ik loop al een tijdje rond en het heeft me mijn leven enorm verrijkt gewoon en het heeft me veel gebracht. Onder andere op een gegeven moment een missie, een visie, een droom en wat rollen. Ik heb een visie die te maken heeft met neurodiversiteit, dat eigenlijk niemand normaal is, dat iedereen apart is. En dat het de kunst is van hoe kan je tot jezelf komen. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen die vanwege hun buitengewone intelligentie een stagnatie in hun persoonlijke ontwikkeling hebben opgelopen, om die zo vroeg mogelijk in hun leven alsnog in hun element te brengen. Die missie kwam er ineens tot me. En zoveel mogelijk mensen zo vroeg mogelijk in hun leven. Ja, het klinkt absurd, maar het heeft mijzelf eigenlijk geframed. En van daaruit heb ik mijn aandacht proberen te richten op van, maar wat is dan van toepassing op zoveel mogelijk mensen? En wat gaat er dan fout in het leven van heel veel mensen? En hoe kan je dan voor zoveel mogelijk mensen misschien dan toch iets verzinnen waardoor het weer kan gaan stromen?
Dus dit zijn allemaal dingen die jaren geleden zijn gebeurd en die mij eigenlijk een soort roeping hebben opgeleverd en die mij inmiddels vervult en waar ik dingen voor ben gaan verzinnen. En dat is wat jullie vandaag gaan zien. Het is iets eigens, het is iets van mij, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar dit wil ik graag met jullie delen. De rode lijn van mijn talk zal zijn dat, en dat is iets ook vanuit de mystiek, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Eigenlijk is environmental is ook environmental. Dus wat de mens de buitenwereld aandoet is vaak ook gewoon een reflectie van wat er zich in zijn hoofd afspeelt. Dus als het van binnen een chaos is, maakt hij er van buiten ook een puinhoop van. En als het van buiten een puinhoop is, dan kom je zelf ook niet tot rust. Dus er is een soort wet van communicerende vaten die wat mij betreft in ieder geval en vanuit oude wijsheid opgeld doet rondom het landschap buiten ons, ecosystemen buiten ons en ecosystemen binnen ons, ons mentale landschap. Waarom gaat het vaak fout? Daar kom ik zo meteen ook nog verder op. Dat de cultuur binnen onze samenlevingen gewoon heel normatief is, gericht is op de norm, het normale. En het buitengewoon in ons allen wordt overgeslagen. Ik zal het ook nog hebben over onze framing. We noemen en we vinden onszelf nog steeds een Homo sapiens, hè, een weldenkende primaat. Maar ik denk dat het tijd wordt dat wij een sentient being worden die zich bewust kan gaan worden van zichzelf. Dat is iets heel anders dan dat je vindt dat je een weldenkend iemand bent. Nee, werken aan die bewustwording. Het geeft hele andere energie en een hele andere manier om naar jezelf te gaan kijken. Even terug in verband met het eerste punt. Ik denk dat we op dit moment een bewustzijnsgroei nodig hebben op twee vlakken. Aan de ene kant moet je je binnenwereld zien te ontdekken en zien te restaureren. En aan de andere kant moeten we ook doorkrijgen hoe die buitenwereld werkt. Dus de hele natuur en alle systemen in samenhang om dat weer te restaureren. Ik heb een droom en dat is om te kijken of we tot een nationale actie tot ontwikkelingshulp kunnen komen. Ik zal daar later nog iets over zeggen. En pas dan kunnen we, als het in ieder geval over die mystiek hebben, dan kan het binnen en buiten weer in evenwicht geraken. En dan kunnen we misschien op deze aardbol blijven wonen met z'n allen. Want, nou dit is even nog, dat gaan we dan even vrij snel doorheen. We hebben allerlei systeemcrisis op dit moment rondom het klimaat, financieel gezien, rondom onze menselijke grondstof, hè, via ons normatieve onderwijs, andere grondstoffen. Wij zelf als ja, diersoort eigenlijk hebben het verprutst. En er is een meneer Otto Scharmer van het MIT en die zegt dat de mensheid eigenlijk drie enorme gaps heeft op dit moment. Dat is de afscheiding tussen zijnzelf en de natuur. Dat is de afscheiding die wij gevoelen tussen onszelf en die ander. En dat is de spirituele afscheiding die we hebben tussen wie we ten diepste zijn en wie we nu maar zo ongeveer een beetje zijn. Dit werkt dus heel erg diep door op alles. Vanwege die coming out op het gebied van hoogbegaafdheid kwam op een gegeven moment ook de ijsberg van diversiteit tegen. En alles wat boven water, boven de waterspiegel zich afspeelt, is gewoon zichtbaar. En daar kunnen wij ons zelf van anderen mee onderscheiden. Maar alles wat daaronder afspeelt, ja, dat zie je vaak niet. En onze manier van denken, dus hoe werkt ons interne hardware- en software systeem, ja, daar zijn we nog helemaal niet goed genoeg mee bezig geweest. Dus daar heb ik mij verder op toegelegd. Dit zijn plaatjes die jullie misschien wel kennen. Dit is een vrij bekend plaatje. Dus wat we hebben gezegd is, met die IQ als meetlat, weet je wat? Iedereen langs die meetlat krijgt wel of niet recht op bepaald onderwijs en toegang tot banen, hè, en toegang tot geld en welvaart. Maar ja, is dat nou fair? Ik denk het niet. En we hebben met een monomane focus op het geld hebben we eigenlijk de natuur uitgehold. En beide hebben, zoals ik net ook al zei, eigenlijk tot ecocide geleid. Dat is ook een term die jullie misschien laatst in het tegenlicht zijn tegengekomen. Dus vernietiging van totale ecosystemen, van landschappen. En dat is mijn ding meer. Ik vind ook dat de monomane focus op het IQ en niet op onze verdere zijnskwaliteiten tot vernietiging van ons mentale landschap leidt. Dus die menselijke natuur, daar is kaalslag op gepleegd.
Gabo Marté is een Canadees en die heeft het ook over giftige culturen en de myth of normal. Dat wij in die normatieve samenleving leven. Dat we in een normatieve cultuur leven. Maar Ken Robinson bijvoorbeeld, die zegt van joh, hè, die is een onderwijsrevolutie aan het starten wereldwijd. Die zegt, kijk maar als ouders naar je kinderen, als je verschillende kinderen hebt. Dan zul je het met hem eens zijn dat ieder kind gewoon weer totaal anders is dan dat andere kind. Dus eigenlijk zijn we, in ieder geval op jonge leeftijd, zijn we allemaal uniek. Maar op een gegeven moment slaat steeds meer die conformiteit toe, hè, via het lopende bandwerk als het ware, wat we moeten volgen. En dan wordt het bijzondere, hè, wordt naar buiten gedrongen. Nou ja, dat kan zo lang niet langer doorgaan, want zeker nu ook dus het geld en de financialisatie heet het geloof ik, hè, alles onder druk zetten en het geld eigenlijk één kant is afgevloeid, neemt de stress toe, hè. Lukt het maar nog wel om in leven te blijven, om een gezinshuishouding te blijven voeren. En ook al het cement, we zijn allerlei instituties zijn verlaten, de kerk, dorpsgemeenschappen. Hè, dus we zijn heel erg individueel geworden, dus het sociale cement verdwijnt. En ons morele kompas, ja, hè, zijn we nog zuiver op de graad. Het is gewoon, het zijn hele spannende tijden. En als wij als mens en mensheid eigenlijk het weer goed willen krijgen, dan heb je dus nieuwe framing nodig, een nieuwe manier om naar jezelf te kijken. Moeten we in ieder geval weg van dat normatieve en exclusieve. En gaat het erom dat we inclusief worden. Dat het bijzondere in ons naar voren mag komen. Want er zijn ook al heel veel discussies over de DSM. Op het moment dat je dus een bijzondere kern hebt van binnen. En die komt niet aan bod. Dan is de kans heel groot dat het gaat wringen. Ja, dan heeft men inmiddels tientallen stoornissen paraat. Ik kom er zo nog even op terug. Op het moment dat je niet gezien wordt zoals je ten diepste bent, kan je nooit tot jezelf komen. Kan jouw relatie, hè, die sowieso al voor jezelf spannend is, ten opzichte van je familie of gemeenschap, hè, of steeds grotere kringen, kan ook wringen. Ja, dan ga je de bietenbrug op. Ik zal zo meteen nog met voorbeelden komen. Dus heel veel mensen hebben gewoon nog niet de kans gekregen om een buitengewone bijsluiter te ontdekken. Hè? Hun neurale gebruiksaanwijzing als het ware. Omdat allerlei systemen waar ze onderdeel van uitmaakten, niet op het buitengewone zijn afgestemd geweest. En zo heb ik dat tenminste zelf ervaren, ik denk dat het met meer mensen is, dan wringt het van binnen. En je weet niet waar het aan ligt, je kunt het maar niet benoemen, omdat het niet tot nu toe nog niet benoembaar was als het ware. He, dus daar waar je in de jaren 50 en 60, waar bijvoorbeeld homoseksualiteit een issue was, een thema was. Ja, je zal maar een van de, he, klinkt een beetje gek, maar je zal maar een van de eerste mensen zijn in Nederland die dat dan zogenaamd was. He. Het zit natuurlijk al lang in die systemen, maar dan loop je daarmee rond. Er is iets van binnen, je herkent het maar niet. Ja, sommige mensen die stappen er dan maar uit. Die hebben er geen zin meer in. Die stappen uit het leven. Tenzij zoiets in een cultuur ingebed raakt. En dan denk je, wacht eens even, ben ik er zo in? Dus heel veel mensen die iets heel bijzonders in zich hebben, wat nog niet cultureel ingebed is geraakt, en bespreekbaar is gemaakt, verkeren als het ware een soort bewusteloze staat van bewustzijn. En dat is dan een soort chronische staat van zijn. Het is geen ziekte, maar een soort chronische staat die pijn doet. Want je kan het nog niet uit en je weet nog niet hoe het zit. Het is nog niet te benoemen. Nou ja, ik heb dit plaatje gejat uit de financiële wereld, dus resultaten uit het verleden die geen enkele garantie op resultaten in toekomst. We worden hier volgepompt in dit land met kennis, maar niet met zelfkennis. En die kennis, hè, du moment dat je klaar bent met een opleiding, kan die alweer verdampt zijn als het ware, niet meer nodig zijn. En zelfkennis moet je maar at random zien op te doen, van hoe zit ik in elkaar? Hè, wanneer stroomt of stokt het in mijzelf? En tussen mijzelf en die ander. Dus dat is iets wat eigenlijk toch een beetje ontbreekt in systemen en ook in onze cultuur. Terwijl we in Nederland relatief gezien nog enorm goed af zijn in de wereld. Dit is een schilderij van Stanchik. Dat was een Poolse nar. Het is een heel beroemd schilderij in Polen. Ja, je kan het waarschijnlijk hier niet goed zien, maar er is net weer een overwinning door het parlement, geloof ik, gemaakt en achter in de balzaal staat iedereen te dansen.
Maar de nar, hè, en de hofnar en de joker, altijd de slimste aan het hof, die voelen gewoon van, het klopt niet. Och, wat zit er toch een hoop fout. En ik word hier niet blij van. En somber, en hoe ga ik dit weer oplossen? Hoe hou ik de sfeer goed? Hè? Nog eentje, Robin Williams. Alle grote komieken zijn allemaal hoogbegaafd. Ze brengen alles met alles in verband. Dus ze hebben stelselmatig allemaal depressieve periodes in hun leven. Dus ze denken, hoe hou ik het? He, dat is een kreet van Eric Mizell. Dat is een coach die beroemdheden, creatieve beroemdheden onder zijn hoede neemt. Mensen die dus vaak in grote gewetensnood komen. En dat vond ik een schitterende kreet. Het is dus gewoon zo dat die mensen die zoveel tegelijk zien en voelen, die alles aan elkaar verbinden in dit aardse tranendal, die hebben gewoon periodes van depressiviteit voordat ze weer tot expressie kunnen komen. En in die periodes gaat het erom, kan je de zinvolheid van het bestaan drijvende houden als het ware? Lukt je dat? Of ga je toch de bietenbrug op? Robin Williams zag het op een gegeven moment niet meer zitten. Joost Zwageman ook niet. Wim Brands ook niet. Een lerares biologie stond vorig najaar in de krant, Carolien Dijkman, werd zwaar op school gepest, zelfmoord gepleegd. Dus word je gezien zoals je in wezen bent of niet? Kan je, terwijl in periodes dat het niet zo is, toch jezelf staande houden? Grote kunstenaars zijn vaak ook thermometers en barometers van de samenleving. Hè? Gaat het wel of niet goed? En keeping meaning afloat. Dus kunnen die mensen voor zichzelf de zinvolheid van het bestaan, hè, de boventoon laten voeren? Kan dat blijven bestaan? Dus dit vind ik ook een hele mooie. Dit is van een Amerikaanse psycholoog, gezinstherapeuter. Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien, te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt. En het grootste geschenk dat ik de ander kan geven, is die te zien, te horen, te begrijpen en aan te raken. Wanneer dat gebeurt, voel ik dat er contact is gelegd. Ja, en dat is natuurlijk die pijn van het afgescheiden zijn die we met onszelf hebben en ook met elkaar. Daar schuurt het gewoon zo vaak. Hè, en dat is het pijnlijke wat misschien verminderd kan worden. Als we elkaar wel mogen gaan zien zoals we ten diepste zijn. Dus, en dat is mijn ding eigenlijk. Gaan wij kijken via die lens van onze neurodiversiteit? Gaan we speciale aandacht voor buitengewone intelligenties vrijmaken? Gaan wij tegelijkertijd ook naar binnen kijken, bezig met zijnsoriëntatie, met systemisch werk, met traumawerk en met heling? Dus kan je achter je eigen neurale gebruiksaanwijzing komen? Mag je naar binnen kijken en je eigen shit zien en tegenkomen en oplossen? En kan je dan, en dat is eigenlijk ook een soort standaard transformatie in geloofssystemen, kan je dan je diepste levenspijn, dus een spirituele wet eigenlijk, kan je je diepste levenspijn omzetten in iets, in een passie. Hè? Kan je een soort karmisch evenwicht bereiken in je leven. Dus dat wat eerst een soort energielek was, wat je heel erg veel pijn heeft gedaan, kan je dat transformeren in iets wat je anderen aanreikt, waardoor diezelfde pijn bij anderen vermindert. Als op het moment dat je dat lukt, dan kan je zelf vervulling bereiken, als het ware. Want dit was er ook zo een, als we dan bijvoorbeeld naar hoogbegaafdheid kijken. Ik heb een paar jaar geleden Jan Tooy ontmoet. Dat is een bierbrouwer uit België. Een enorm rijke man. En hij had een zoon, hoogbegaafd. En die was heel erg aan het worstelen in zijn puberteit. En hij kon maar niet landen op een universiteit. En zijn vader, industrieel, die wilde dat hij, die gunde hem hetzelfde als hem was overkomen. Maar die zoon had al eerder ook gezegd van, papa, laat mij nou mijn eigen weg uitzoeken. En die chemie was suboptimaal. Die jongen die kon dus niet goed genoeg ingebed worden in zijn familiesysteem. Werd niet goed genoeg gezien en ontvangen. Kon zichzelf ook niet goed zien. En die is op een gegeven moment heeft hij zelfmoord gepleegd. En die man is daarna is alles gaan lezen wat zijn zoon had gelezen. Die zoon had een hele bibliotheek tot zich genomen. En hij is van een vrij technische... industrieel is die veranderd in een hele liefdevolle, empathische man die gewoon ook op die manier industrieel kon zijn, maar via een hele andere manier is genoemd. En hij heeft ook een leerstoel in België vervolgens gefinancierd voor Tessa Kieboom, die hoogbegaafdheid heeft onderzocht.
En een stichting Ga voor Geluk opgericht om suïcide onder jongeren tegen te gaan. Dus hij is daar ook mee bezig gegaan. Dus die diepe levenspijn heeft hij ook getransformeerd. En we hebben toen een paar uur zitten praten en ook zitten huilen samen, want dat raakte mij ook heel erg. Hier gaat het dus om. Hè? Als je dus iets bijzonders hebt, bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hoe zit dat dan? Ik weet niet of het goed te lezen is, maar Tessa Kiebom heeft heel mooi onderzoek gedaan. Dus dat je een zijnsluik en een denken en een voelen luik. Hè? Dus als je hoogbegaafd bent en je zit op school of in schoolsystemen, word je genoeg gevoed in je denken? Of raak je ondervoed? Hè? En word je ook gezien door die juf, of wie dan ook, zoals je ten diepste bent? Als die juf jou voor de gek houdt en zegt, joh, het is allemaal goed en dit en dat en doe zus maar zo, en dan komt het allemaal goed, maar ze voelt het ook niet zo. Dan gaat in zo'n klein, bij zo'n klein mensje, die voelt dat het niet klopt, maar dan gaat het wringen. Dus dan gaat het fout. Dit is ook een heel mooi model nog van wat ze van Frans Munks heeft overgenomen. Dus als je een hoogbegaafd is, enorm gemotiveerd, enorm creatief, heeft een hoog IQ, die heeft dus een soort potentieel, maar die moet dus via voldoende gevoed worden in het denken en gezien worden zoals die in wezen is, moet een soort stevige schil krijgen, een soort stevigheid in zijn eigen persoonlijkheid, zodat en een omgeving waarin deze drie dingen naar voren kunnen komen. En pas dan kan dat binnenste als een soort ballonnetje groter worden. Maar als je dus niet wordt gezien en niet genoeg gevoed wordt, blijft het een dun schilletje, blijf je heel kwetsbaar en kan je dit niet containen, vasthouden, om daarna op kracht te komen en naar buiten te gaan en tot expressie te komen. En dan blijft het rommelen, dan blijft het wringen. Nou, wat heb ik nou, wat is mijn, mijn eigenzinnigheid en mijn eigen wijsheid geweest? Ik ben voor mezelf op zoek gegaan naar van hoe zit het dan bij mij. En ik herkende mijzelf in die hoogbegaafdheid. Ik heb meegemaakt dat ik daar een soort coming out in kreeg. Maar ik dacht, ja, maar dit is nog niet voldoende. Ik ben nog niet klaar. Dus toen kwam ik bij een andere coach op het gebied van beelddenken. Heb ik daar weer een stuk gevonden. Ik heb ook naar het artistisch spectrum gekeken. Waarbij ik dus de verkenning van wanneer ben ik wel en niet in verbinding. Wanneer stap ik wel die tussenruimte met die andere in of trek ik me weer terug? Hoogsensitiviteit heb ik naar gekeken. Dus ik en ook mijn eigen trauma's en zo. En dat heeft me verrijkt. Nu weet ik veel meer dan toen wat al mijn facetten zijn. En ik denk dat als we dus gaan kijken via de lens van onze neurodiversiteit naar al die neurotribes als het ware, dus er zijn ook discussies over wel of niet bepaalde labels, of dat nou wel of niet goed voor je is. Maar ik denk dat het heel rijk kan zijn als je gewoon naar de randen van zo'n spectrum kijkt. Van hé, wat past bij mij op het gebied van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit of autisme. Maar ook het mannelijke en het vrouwelijke in mijzelf. Of het introvert en het extravert. Dus de Jungiaanse voorkeuren. Hoe zit dat dan? Dus in welke mengvorm is dat bij mij aanwezig? En hoe kan ik het tot expressie krijgen? Een hele bijzondere groep die er ook bij hoort, wat mij betreft, is mensen met een bijna doodervaring. Ik zal er zo nog iets meer over vertellen. Die neurotribes, dat zie je ook via sociale media, zijn die neurotribes aan het opkomen. Dus als je bepaalde eigenaardigheden hebt, weten mensen elkaar inmiddels te vinden. En dus net zoals dat je dat het al heel normaal is dat je een unieke vingerafdruk hebt en een uniek DNA hebt, gaan we nu ook waarschijnlijk toe, dat veld zie ik opkomen, naar dat je je eigen unieke intelligentie mag ontdekken. Dus tussen de left en right brains, hoe is die verhouding? Elaine Aron, die heel veel advocacy doet, voorloperswerk en voorvechterswerk. Er is een documentaire gemaakt over mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Die zijn dus in het hiernamaals geweest, die hebben kennis gemaakt met een grenzeloos bewustzijn, wat Pim van Lommel ook zegt. Dit is een bouwvakker. Die man die was zo rationeel als maar zijn kon. Die heeft het op een gegeven moment meegemaakt. Die kreeg het er warm van. En die raakte ineens wat meer vervuld met liefde en zo. En die heeft daarna contact gekregen ook met één of twee andere mensen die gingen sterven. Die hadden gevraagd van, joh, wil jij niet naast mijn bed zitten en mijn hand vasthouden? Dus die werd compleet gereprogrammeerd als het ware. En
al die mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, die willen vaak als een soort, hè, die kunnen een perfect spiritueel kompas worden in omgevingen waar ze deel van uitmaken. Mensen met syndroom van Down. Ik heb een keer van een troubleshooter een fantastisch mooi verhaal gehoord als het gaat over neurodiversiteit. Vaak als er een monocultuur is in een bedrijf, dan kun je kapot gaan. Die man die moest komen bij een advocatenkantoor. Er werkten alleen maar slimme mensen, maar die vochten elkaar de tent uit. De sfeer was vergiftigd. En de directie had hem gevraagd van, Peter de Leijen heette die. Peter, kun je eens langskomen, kun je eens kijken. En wat kan je me adviseren? Nou, zegt hij, ik zie hier alleen maar slimme mensen. Ze zijn eigenlijk achterbaks, ze liegen continu. Zet er een jongen neer, laat een jongen meelopen met de koffievrouw met syndroom van Down. Die is alleen maar vrolijk en kan alleen maar eerlijk zijn. En ga dan eens kijken wat er gebeurt. Die jongen die werd erin geïntroduceerd en niemand kon de schijn meer ophouden. En alles veranderde volledig ten goede. Nou, je kunt een wonderbaarlijke chemie krijgen als je weggaat van het monomane rondom het IQ, hè, die meetlat. En als je dus bijvoorbeeld rondom bijna doodervaring mensen gaat inzetten op hun kernkwaliteiten, hun natuurlijke gedrag. Temple Grandin, de bekendste autist ter wereld, is een dame die enorme eigenaardigheden heeft in haar verkeer met andere mensen, in haar gevoeligheid voor allerlei prikkels. Maar die kan als geen ander zich verplaatsen in het leven van koeien. En die heeft de hele veehouderijsector in Amerika van karakter doen veranderen, omdat ze slachthuizen en veehouderijen veel diervriendelijker heeft kunnen krijgen. En ga zo maar door. Er staat het woord entelechie. Dat is een Griekse term van Aristoteles. En dat heeft te maken met je doeloorzaak, je zijnsoorzaak. Dus een eikel heeft het in zich om een eik te worden. Die kan niks anders worden. Dus er is ook een vanuit oude Indiase geschriften en uit veel meer andere stromen is er een geloofsovertuiging dat je als uniek wezen hier op aarde komt en dat je je eigen spoor moet zien te ontdekken opdat dat op een gegeven moment tot expressie kan komen. En vooral mensen die hoogbegaafd zijn, die hebben ook een enorm sterke drang in zichzelf om te proberen te worden waarvan ze het gevoel hebben wie ze misschien zo ongeveer in wezen zijn. En daar zijn ze naar op zoek. Dat is gewoon een enorme oerkracht waar ze aan, die ze graag vervuld willen zien. Nog één ding over intelligenties. Krishnamurti heeft het er op een gegeven moment met David Bohm over gehad, een natuurkundige, en, over intelligenties. En die kwamen terug op de bron van dat woord intellegere in het Latijn. En waar komt intelligentie dan op neer? Dat wat mensen van nature, terwijl ze ergens verkeren, tussen de regels door kunnen lezen. Dus wat gaat jou van nature goed af? Wat pik jij van nature op? Ja, en als je dan dus naar al die neurotribes gaat kijken, naar het hoogsensitieve of een beelddenken, of een bijna doodervaring, of het syndroom van Down, of hoogbegaafd. Hè? Laat mensen alsjeblieft dat gaan doen wat ze van nature tussen de regels oppikken. Laat ze op die manier tot expressie komen. Nou, trauma kan je ook ergens heel gevoelig voor zijn. Is dat een aangeleerde kwaliteit? Of is dat in de hand van het besluit? Nou, ik weet niet of ik het later nog erover heb. Maar in mijn optiek moeten wij weg van het framen van onszelf als een homo sapiens. En dat we allen gelijk geschapen zijn naar de framing van een homo consciens. En wat in mijn optiek is het zo dat de homo consciens achter twee dingen moet komen. Eén, op welke unieke manier ben ik eigenlijk intelligent? Dus in welke mengvorm speelt dit zich bij mij af? En op wat voor manier ben ik systemisch en karmisch gezien ge- en misvormd? Door dat wat er in mijn leven is gebeurd of misschien in vorige levens. En dat kan je dus, dus die unieke manier waarop je intelligent bent, kan je via die neurotribes, via de randen van het spectrum, kan je proberen achter te komen. En dat andere, ja, via familieopstellingen, heling, traumawerk, via zijnsoriëntatie, ook daar is een heel groot spectrum van. En dat, die twee dingen, moeten eigenlijk cultureel ingebed raken. Dus ik ben het met je eens. Het een staat niet los van het ander.
Maar je kan, naar mijn mening, en volgens mij ook vanuit de mystiek en geloofsrichtingen, kan je verlichting bereiken. Ik zelf praat liever van ontlasting. Hè. Kun je jezelf van dingen ontlasten? Als je van dingen kan ontlasten, dan kan je lichter worden. Hè, dus er zijn een heleboel mensen die doen iets met verlichting en die willen, oh, geweldig, hè? Maar ik denk dat je je gewoon op je shit moet richten. En als je daarvan afkomt, dan komt de rest ook wel. Hè, maar, dus je moet niet verslaafd zijn aan verlichting. Nee, richt je maar op die ontlasting gewoon. Probeer daar maar van af te komen. En probeer door te krijgen wat zit. En dus dat speelt daar wel op in. Dus dat wat je ge- en misvormd heeft, hoe ga je dat gebruiken? Hoe kan je dat transformeren in creatie? Hè, dus als mensen bijvoorbeeld iemand aan kanker hebben verloren of zelf het hebben gehad, hè, en gemerkt hebben dat in de behandeling of zo ze op een bepaalde manier heel onmenselijk zijn behandeld of zo, dan ze denken, ja, maar dit pik ik niet langer. Dit ga ik veranderen. Hè, en dan raken ze vervuld daarmee. En dan gaan ze daar gaan ze iets van maken. En dat willen ze dan de ander aanreiken. En het geluk bereikt jou pas via het geluk van die ander. Dus op het moment dat ik dat dan verzonnen heb, en ik kan die ander daarmee zijn pijn verminderen en geluk aanreiken, dan raak ik met geluk vervuld. Dus die trauma's en die levenspijn hebben ook een enorme rol spelen die erin. In je wezen. In je zijn. Ja. Dus dat ken u zelf, hè? To be or not to be, that is the question. We zijn altijd gefocust geweest op onze cognitie. Maar wat is eigenlijk je innerlijke krachtenveld? Hoe gevoelig ben je? Hoe intelligent ben je? Welke dimensies ga je van nature af? Tussen welke uitersten switch ik heen en weer, hè? Op het gebied van seksualiteit bijvoorbeeld, hè? Dan kun je kunt beestachtig geil zijn, maar ook gewoon helemaal devoot en toegewijd aan die ander. Dus, en het kan afgewisseld zijn, als het ware. Maar, dus hoe werkt dat in jou? Krijg je dat door? En op het moment dat je dat hele spectrum weet, ja, dan kan je gewoon gecentreerd raken en zeggen, van hier sta ik zo ongeveer. En ik kan daarin, maar dit is zo ongeveer waar ik steeds op terugkeer. En dat is die mindset ook, hè? Dus op het moment dat je het doorkrijgt, dan weet je, nee, dit is hem zo ongeveer en hier ga ik gebruik van maken. En dit is ook iets, de lemniscatische beweging. Dus we zijn altijd bezig in een wisselwerking tussen binnen en buiten. Hè? We zijn nooit in beide tegelijk, dat kan niet. Dus je bent altijd of bij jezelf of bij die ander. Hè? Of in de situatie. Dus een mens is eigenlijk ook zo'n batterij, hè? Dus met die polariteiten. Wat voor palet en polariteit heb je? En hoe kan ik me daar bewust van worden? En waar, in welk spanningsveld, in welk krachtenveld ga ik dan zitten? Ik heb hier een hele doos met batterijen meegenomen. Het zijn allemaal andere. Sommige komen nooit uit de verpakking. Hè? Anderen die branden kapot gewoon. Die vergiftigen zichzelf omdat ze in een verkeerde omgeving zitten. Weer anderen die zijn gewoon alleen maar voor een bepaald doel geschikt. Als je kijkt naar Howard Gardner's intelligenties of zo. Weer anderen die moeten serieel geschakeld worden om ergens te kunnen functioneren. Of die zijn alleen maar voor het grove boor- en stampwerk geschikt of zo. Maar het gaat erom dat je doorkrijgt van op wat voor soort batterij ben ik? Hoeveel power heb ik? Hoe zit dat bij mij? Waarvan stokt het en waarvan stroomt het? Waarvan raak ik in flow? Lodewijk Asscher, vanuit de regering, vindt stress op de werkplek heel belangrijk. Dus 1 op de 8 mensen, geloof ik, heeft een burn-out. 4 op de 10 mensen gaat niet met plezier naar het werk. Hè, dus er gaat een heleboel fout in werksituaties, in werksferen. Op dat vlak zijn we vaak aan het prutsen. En vanuit de economie gezien is dat een groot risico. Dus wat doet dan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Die zegt, jongens, we moeten wel goed oppassen met die stress op het werk. Laten we goed opletten en goed dingen meten. Ik vind het precies de verkeerde benadering. Ga anders kijken. Hoe kun je mensen in flow krijgen? Hoe kun je ervoor zorgen dat werkomgevingen zo gaan worden dat het van nature stroomt bij mensen? Bijvoorbeeld door wat ik net zei, die neurotribes. Dus door te gaan kijken wat je natuurlijke bijdrage is. Dat je misschien weggaat van hiërarchische structuren en van austerity denken en zo. En dat je zegt van nee,
We gaan het anders inrichten. Je mag heel veel dingen zelf uitzoeken. Je mag vanuit jezelf een bijdrage leveren. En we gaan ervoor zorgen dat jij optimaal je werk kan doen. Ricardo Semler is er ook mee bezig. Ja, maar eigenlijk gewoon omkeren. Minder focus op stress en dat mensen van dingen ziek worden. Nee, waar word je gezond van? Waar gaat het van stromen? Dat is een totaal andere manier van denken. Gaat veel meer opleveren. Dat empowert. Ik was nog niet klaar met mijn denken, want vanuit de mystiek ook heb je dus as above, so below, as within, so without. Dus hè, dat wat in de buitenwereld gemaakt en gedaan wordt, is eigenlijk ook gewoon een reflectie wat zich van binnen al heeft afgespeeld. Er is een meneer, Gregory Bateson, die heeft Ecology of Mind onder andere geschreven. En die heeft heel goed naar de natuur gekeken. En die heeft gezegd van, joh, alles wat er in de natuur eigenlijk gecreëerd wordt, en tot bloei komt, vindt plaats via diversiteit en een soort chemie en bevruchting via vatenstelsels. Dus alles grijpt op elkaar in, op die manier. Dus dat is iets waar via welke een heleboel dingen tot stand komen. Als je dus hier naar buiten kijkt, naar de planten bijvoorbeeld, zitten daar die vatenstelsels in. Als ik mijn lijf open zou maken en op een bepaalde manier zou bekijken, ook vatenstelsels. Dit zijn wortelstelsels, maar niet in de grond, maar in onze hersenen. Er is een neuroscience artist en die maakt gewoon van de wortelstelsels in onze hoofden, maakt die hele mooie plaatjes. In de permacultuur, in de biologie is het zo dat ze ecosystemen ook via biodiversiteit, weer het invoeren van biodiversiteit, tot bloei kunnen krijgen. Dus dat voorbeeld van dat advocatenkantoor van daarnet, daar had je dus een monocultuur op het gebied van intelligentie, alleen maar left brain, uber slim, en dan kreeg je dus een oorlog en dan kreeg je een verarming van het mens zijn als het ware, terwijl op het moment dat je daar een tegengestelde kracht in zet, dan ging het weer stromen. Dan werden dingen weer geneutraliseerd en geharmoniseerd. Nou, in mijn optiek in ieder geval, doordat wij dus heel monomaan onszelf en elkaar belasten via het IQ, werkt dat zelfs door op onze interne mentale landschap en ons vatensysteem. Alzheimer, depressie, allerlei talloze verstoringen, disorders die we opgedrongen krijgen. Ja, dus wij vinden in Nederland dat, in het Engels is het weer een mooie woord vind ik, wij spreken in Nederland van stoornissen. Dus je hebt die of die stoornis. Ja, en dan ligt het bij jou, hè? Jij hebt die stoornis. In het Engels spreken ze van disorder. En dat wil zeggen dat iets dus eigenlijk buiten de natuurlijke orde geraakt. Maar vanuit die wisselwerking die ik net aanwees tussen het binnen en buiten, ligt het dan aan jou of ligt het aan de omgeving? Het enige wat je kunt zeggen, wat mij betreft, is dat die wisselwerking voor dat individu in ieder geval niet goed uitpakt. En dat het daarom gaat wringen. Maar heeft dan dat individu een stoornis of is de cultuur bijvoorbeeld helemaal fout? Of moet je een andere omgeving opzoeken? Kan nog op een hele andere manier allemaal opgelost worden. Als je kijkt naar die neurodiversiteit. Als we onszelf dieper gaan bekijken. Als wij come back to our senses. Going back to our roots. Dus als wij van binnen ook gewoon terug kunnen gaan naar die neurale systemen zoals ze ten diepste zijn. Die stoornissen, kan je dat ook niet zien als eigenlijk een hele gezonde reactie op een prikkel die niet bij je past? Ja. Maar ja, hoe lang mag dat aanhouden? Hoe diep gaat dat misvormen? Hoe goed wordt zoiets opgevangen of niet? Ja, als je al weet waar het ligt. Maar... Nou ja, en dan? Dan ben je depressief. En dan bijvoorbeeld, sorry? Stel je wordt depressief. Ja. Heel veel mensen weten überhaupt niet, omdat ze niet in contact zijn met zichzelf, dat het door iets anders komt. Ja. Ja, maar ik had het voordat jullie hier waren nog met iemand anders erover. Dus vorige week of twee weken terug is een documentaire geweest van de familie Moskowitz. Van een van de zonen van Moskowitz. En die heeft zijn familiesysteem, of zijn vader en zijn kinderen een beetje in beeld gebracht. Het begon met een grootvader, met een enorm trauma. Hyperintelligent, ijzeren wil. Heeft een soort dynastie opgebouwd. Allemaal zonen, die gingen allemaal hetzelfde doen. Allemaal womanizers en we kregen weer kinderen en die gingen veel geld verdienen en okay. Maar deed dat recht aan hun diepste zelf? Hè, stuk voor stuk is er iets met die zonen gebeurd en daarna ook weer met die kleinkinderen en achterkleinkinderen, wat veel eerder begon. Hè, en
ik heb de familie Moskowitz, ik denk dat er aardig wat zijn geweest die therapie hebben gehad, maar ik weet niet of er veel aan familieopstelling is gedaan daar. Hè? En aan traumawerk en systemisch werk. En ook die bekende, Bram is het ook, hè? Dan kan je in de media volgen wat die van zijn leven gemaakt heeft. Ja, dan kan je van tevoren misschien wel aanzien komen, nou, ik weet niet of dit allemaal zo handig gaat lopen. Ja, dat komt heel erg door hoe de psychologische hulpverlening nu is. Ja. Je krijgt een diagnose en die diagnose is dan het probleem, niet het symptoom. Nee, ja. En ik heb dus een paar jaar terug bijvoorbeeld een uitzending van Zembla gezien. En er komt een gezin met een klein kind bij een psycholoog. En ik geloof dat er ADHD werd toegeschreven of zo. Dus de psycholoog keek naar het kind. Maar ik voelde dan alles, vanuit het bewustzijn dat ik had tenminste, dat verdomme, het lag gewoon aan die ouders. Dus als je de bron niet aanpakt, dan kan je wel tegen het kind, hè, kan je kind Ritalin geven enzovoort. Maar dat is het kind met badwater weggooien. En dat is even dat plaatje van een heleboel dingen terug. Dus dat zelf, het gezin, werkomgeving, een gemeenschap en een cultuur. Dus als een hele cultuur gewoon er niet op is ingericht om en naar binnen te kijken met mensen, misschien al voordat het fout gaat zelfs, hè, gewoon om het voor te zijn. Ik heb een boekje van Anselm Grün, dat is een monnik. Dat gaat over wortelen, hè, dus mijn thema. Die zegt, kijk naar je naamgeving, kijk naar je voorouders. Kijk naar allerlei verbanden in het nu en in het verleden. En dan kan je een veel hoger bewustzijn bereiken en tot jezelf komen. Kijk naar je gemeenschap waaruit je komt. Dus het is zo plat, nog op dit moment, omdat wij niet ten diepste kunnen kijken van hoe is die unieke mengvorm in ons aanwezig qua intelligentie en op wat voor manier zijn we ge- en misvormd. En mag dat bespreekbaar gemaakt worden? Een van mijn helden is ook Kinsey. Kinsey heeft het seksuele gedrag van de mens onderzocht in de jaren 30, 40 van het Puritijnse Amerika van vorige eeuw. Ja, daar mocht je alleen maar seks hebben binnen het huwelijk gericht op voortplanting. Of je masturbeerde, of perversiteiten had, of dat je een minnaar had, of homoseksuele gevoelens. Het bestond niet. En hij heeft op een gegeven moment via mecenas heeft hij geld gekregen om met een team het daadwerkelijke gedrag te onderzoeken. Hij heeft alle sociale strata in de volle breedte onderzocht. En hij kwam toen dus met het gedrag zoals het daadwerkelijk was. Daar heeft hij twee boeken over geschreven. Sexual Behavior of the Man en Sexual Behavior of the Woman. Alle instituties waren enorm tegen dat het ooit gepubliceerd zou worden. Want Sodom en Gomorra zou losbarsten. Maar de mensen die fraten, het heeft jarenlang op nummer 1 gestaan. Daar is onder andere de seksuele revolutie uit voortgekomen. Dat je tot expressie kunt komen. En wat mij betreft zijn we nu op het punt aangeland. En voor kinderen is al een heleboel. Maar dat we naar een neurale revolutie toe gaan. Dus dat je tot expressie van je neurale eigenheid mag komen. Rondom dat unieke intelligent zijn. Rondom de trauma's of de verstoppingen die je hebt opgelopen. En dat je gewoon dat cultureel ingebed raakt. Dat iedereen zijn ding mag ontdekken. En medestanders of lotgenoten mag ontmoeten. Zodat het op kan lossen en dat het daarna weer kan gaan stromen. Nou, en dan nog even de link weer terug naar dit. Ik heb dus ontdekt dat die wortelstelsels, het waren een paar Eureka-momenten die ik zelf had op een omweg, dat die wortelstelsels die in de natuur elkaar voeden via biodiversiteit, dat volgens mij ook in de menselijke natuur precies hetzelfde werkt met neurodiversiteit. En een van de belangrijke dingen die ik daarbij gebruik is de root brain hypothesis van Darwin. Darwin heeft een vermoeden gehad dat daar waar bomen hun geslachtsorganen boven de grond hebben en hun brains als het ware in wortelstelsels onder de grond, die dus met anderen communiceren, elkaar voeden en tot bloei komen, dat bij mensen precies andersom is. Dus wij hebben onze geslachtsorganen van onderen verstopt en wij doen alles niet onder de grond, maar door de lucht. He, dus als ik jou, jij komt binnen en ik mag jou gelijk of niet, hè, en we beginnen wat en met stem of geur en weet ik veel. En dan is er een bepaalde chemie. Dus bij mensen is het op dat vlak zo. En ik denk dat als we op die manier bezig gaan,
En dus met dat palet van die neurotribes en dat wat we van nature eigenlijk het liefste tussen de regels inlezen, als we weggaan van dat intellect en IQ, dat het veel meer kan gaan stromen. En dat we tot onszelf kunnen komen. Dus hoe kunnen wij terug naar onze roots gaan, letterlijk, in ons systeem, in ons hoofd. Dit is een scan van die wortelstelsels. Dus dit is ook gewoon dit. Hè? Weer op een ander vlak. Dit vond ik een mooi plaatje, dat had iemand in een soort hoofdvorm wortels op gras gezaaid. Maar het brengt heel mooi in beeld wat ik eigenlijk wil. Dus hoe kunnen we terug naar onze wortels gaan? Niet alleen zelf in dit systeem om het op te schonen en hoe is alles gefine-tuned, maar ook terug in de tijd als het ware. Hoe zijn we misvormd? Ja, en via al die neurotribes kunnen we nu een soort equalizer eventueel maken, vrij technisch, van hoeveel heb ik van het een, hoeveel heb ik van het andere, en dan kom je achter je unieke golflengte als het ware. Dan kun je zelf fine-tunen. En dan kan je je eigen licht ontdekken. Ik ga nog even door. Want wat heeft Tesla gezegd? Als je werkelijk de geheimen van alles wil ontdekken, moet je je focussen op energie, frequentie en vibration. Energie en verbinding. Nou, in de natuur heb je ook het gegeven dat alles eigenlijk op fractaal niveau weer terugkeert. En wat zie je? Dus in die hersencel die we er net zagen, in de kosmos gebeurt het precies hetzelfde. Dus weer die beetsen. Dus via al die vatenstelsels vindt er een soort chemie plaats en verbinding en ontstaat de creatie. Of geen creatie. In de epigenetica is het zo dat wat een mens uniek maakt, is niet de cel zelf, maar dat is de unieke mix van sensoren en antennes die rondom die cel zitten. Dus wat doen ze als ze organen en zo transplanteren? Dan gaan ze soms eerst die sensoren en antennes weghalen, neutraliseren, want anders stoot dat andere lichaam het andere af. Nou, op fractaal, op celniveau, dat wat een mens maakt, volgens de epigenetica, is dus die set van sensoren en antennes. Maar op het niveau van ons wezen, van ons zijn, is dat volgens mij dus die unieke mengvorm van die neurotribes, die gelaagdheid. Dat je als het ware een soort supertrooper, zo'n filmspot bent, met al die verschillende kleurtjes erdoorheen. Bepaal je eigen kleur. Nou, dit is ons neurale systeem. Je ziet, als je deze abstractie van onszelf ziet, dan zie je dus dat we dat nervous system hebben en die brain. En we zijn, volgens Tesla dan in ieder geval, zijn wij eigenlijk slechts een zend- en ontvangstation. Dus de informatie komt van elders en we krijgen het binnen. We processen het, we creëren iets en we brengen het weer naar de buitenwereld. Dus dat, zo kun je er naar kijken. De politiek, de economie, heeft heel lang geprobeerd om ons in die participatiesamenleving mee te laten doen. Je moet meedoen, want anders is het ongezond voor je. Je moet meedraaien in de economie. Maar ik denk dat sowieso niet gewerkt heeft, omdat bij heel veel mensen die dus een buitengewone kern hebben, dat niet appelleerde aan hun diepste zijn. En als je wel naar die neurodiversiteit kijkt, dan kan je daadwerkelijk aan inclusie gaan doen en op talloze manieren met sociale innovatie komen. Dus nu al heel veel, heel vaak drop-outs, schoolsystemen, werksystemen enzovoort, voor buitengewoon intelligente mensen. Je kan ze een apart plekje geven. Je kan ze zogenaamd meehelpen integreren, maar het allermooiste is gewoon als het gewoon één grote soep wordt. Dat iedereen zijn eigen ding mag doen op zijn eigen manier. En voor de neurotribe autisten is er al vrij veel. Die zijn eigenlijk het meest ver. Dus in Eindhoven en bij SAP consultants en zo zeggen ze van, wij willen jou hebben, want jij kan heel goed en klinisch naar systemen kijken en patronen doorgronden enzovoort enzovoort. Maar je kan nog op zoveel verschillende manieren daar nog veel meer mee gaan doen. Dus dit is ook een uitspraak die ik van Alexander Rinaud-Kanak had. Die zei, als we denken dat kennis duur is, weten we niet wat domheid ons kost. Ik zeg, maar hij gaat uit van een kenniseconomie. Ik zeg, als we denken dat zelfkennis opdoen duur is, dan weten we niet wat onbewuste domheid ons allemaal kost. Dus als jij niet weet hoe je in elkaar zit
En je zit maar jarenlang te ploeteren in het onderwijssysteem. Je gaat toch ineens iets anders doen. Of je krijgt een burn-out, of je raakt ziek, of je krijgt depressies, of je krijgt Alzheimer. Ga zo maar door. Als ik naar het CBS zou gaan met een bepaalde uitvraag, dan zijn de kosten van wat ik hier vertel honderden miljarden. En dan kan je je wel druk maken over stress. Maar als je gewoon niet naar de mens kijkt zoals die in wezen is, ja, dan ga je dus heel vaak de bietenbrug op. Nou, Italiaanse euro is eigenlijk het symbool voor de beweging die ik graag in wil zetten. De voorkant is geld, de achterkant is de mens in balans. Vitruviusman. Ja, dus je moet eigenlijk de beweging gewoon omkeren. Economie gaat uit van geld. Geld is gestolen energie. En van schaarste denken. Een neuronomie, hè, zelf verzonnen, gaat uit van dat systeem. Hoe zit dat bij mij? Wanneer kan de levensenergie stromen? En er is gewoon overvloed. Ieder mens wil gezien worden zoals die in wezen is. Ieder mens wil graag zijn bijdrage leveren. Mens is niet slecht. Als je die ruimte geeft, gaat het gebeuren. Ander ding is ook, de mensen met macht en geld, hè, dat zie je nu ook in de wereld. Als je naar de emotional guidance skill kijkt, we zitten eigenlijk continu in de negatieve spiraal. Richting depressie in plaats van richting verlichting als het ware. Terrorisme is ook zoiets, hè. Ons angst aanjagen. Entiteiten, staten, angst aanjagen. Ik heb heel lang zitten denken van, is er ook een soort actieve vorm van terrorisme al verzonnen om de beweging om te keren? En ik kon er maar niet opkomen. Een paar dagen geleden had ik het, eigenlijk is het harmonisme. Het woord bestaat niet, maar dus weg van die angst, het harmoniseren weer van dat in jouzelf en met elkaar. Het bestaat nog niet, maar dat heb je eigenlijk nodig. Nou, ik denk dat net zoals in de natuur, waar aan een permacultuur gewerkt wordt, het omarmen van onze neurodiversiteit als Homo Consciens, dat dat net zo belangrijk wordt voor het omvormen van onze systemen, als dat biodiversiteit nu al aan het bewijzen is bij het inrichten van een permacultuur voor ecosystemen. En ja. Zombie. Ja, het lijkt een beetje een zombie, hè? Maar ik kon, dus, mag ik ook veilbaar zijn? Dus ik droom van een begaafdheidsvriendelijke samenleving en ik vind het dus eigenlijk op de hoogste tijd voor een nationaal plan, een nationale actie voor ontwikkelingshulp. Dat wij elkaar en onszelf helpen ontwikkelen. In Estland hebben ze in 2008 een campagne gevoerd van 9 maanden, want daar was het landschap, het buitenlandschap was op een absurde manier vervuild. Daar hadden ze dus een cultuur van vervuiling. Ze donderden het gewoon langs bosweggetjes, meren op de hoek bij een bouwblok. En het was gewoon een teringzooi, terwijl de Esten midden in de natuur leefden. Toen hebben een heleboel mensen al vaak geprobeerd om dat op te ruimen. Het is niet gelukt. Toen zijn een paar mensen op een gegeven moment bij elkaar gezeten en ze hebben gezegd, wacht even, we gaan het hele land in één keer opruimen. En toen zei één visionair, dat is goed, maar we doen het in één dag. Nou, dat leek waanzin, maar het was juist zo'n aansprekend plan dat ze daar allerlei thought leaders en verschillende professionals voor bijeen hebben kunnen krijgen. Die zijn eraan gaan werken. Die hebben allemaal gratis en voor niets hun inspanningen geleverd. Ze hebben als het ware een soort militaire operatie uitgerold. En na 9 maanden campagne hebben ze toen in 1 dag tijd met 40 of 50.000 man het hele land opgeruimd. Ik voorzie, dat is mijn droom, ik wil net zoals dat zij hun landschap hebben opgeruimd, wil ik met thought leaders bij elkaar komen. En dan een analogie wat meneer Wijfels ooit gedaan heeft op het gebied van een sustainable finance lab, om te kijken of geldstromen opnieuw ingericht kunnen worden, wil ik eigenlijk de menselijke energiestromen opnieuw belegd krijgen. En ik wil eigenlijk ons mentale landschap van alle Nederlanders opruimen door te komen tot een nationale actie voor ontwikkelingshulp. Jaarvoorbereidingstijd, dat doe je niet in een dag, maar we kunnen wel daarna naar een transformatief jaar toe gaan, toegroeien. En als we dat doen, Nederland is een enorm open-minded volk, dan kunnen we op dat vlak, als ons dat lukt, hè, kunnen we massaal tot onszelf komen, krijg je ook gelijk een andere cultuur, en dan kunnen we daarmee, via een nieuwe bedrijfstak die er ontstaat, restorative human development, dus human development, maar dan om onszelf te restaureren, dus kunnen we via restorative human development, kunnen we de wereld intrekken om die schuld, die karmische schuld, ik ga wel even ver hoor in mijn denken, maar vanuit onze VOC-mentaliteit hebben we ons in het verleden eigenlijk schandalig misdragen en verrijkt. Maar we kunnen nu eigenlijk na eeuwen
kunnen we gewoon die schuld weer gaan inlossen en aflossen. Door de wereld, de grondstoffen die we gejat hebben, weer in de vorm van menselijke grondstoffen terug te geven. Via die Nationale Actie voor Ontwikkelingshulp. En dat is ook wat we nodig hebben. We zijn allemaal op een aparte manier gewired. We zijn ook allemaal met elkaar verbonden. En ook, hè, ook als soort met al het andere leven op aarde. En we moeten al die sferen van de biosfeer, hè, moeten we weer zien te restaureren. En dat kan alleen maar, zo ben ik ook begonnen. Dus environmental is environmental. Kan alleen maar als we eerst van binnen transformeren, onszelf opruimen. Pas dan, Einstein zei het ook, hè, hoe kan je jezelf uit je gevangenis van gedachten bevrijden, zodat je eerst compassie met jezelf krijgt en daarna met steeds meer om je heen, zodat je uiteindelijk de schepping als geheel kunt omarmen, hè, in liefde. Nou, die beweging hebben we eigenlijk nodig. Dus je moet eerst compassie met jezelf zien te krijgen, door goed door te krijgen van wat is mijn neurale gebruiksaanwijzing, dan met de rest van je omgeving, hè, misschien met mensen die je trauma's hebben bezorgd of die je dingen hebben aangedaan. Heling, verlossing, ja, het is een beetje stichtelijk, maar waarschijnlijk werkt het toch echt zo. En dan, pas dan, doe je je buitenwereld ook geen kwaad meer. En dan kan het goed komen. Dus wat mij betreft is neurodiversiteit, het kijken naar die vatenstelsels, naar diversiteit, komen tot een positieve chemie, is de manier om er iets van te maken. En ja, daarom noem ik mezelf neuronoom. And the world needs all kinds of minds. En dit wilde ik jullie aanreiken. Zijn er nog vragen? Voor wie is de neurale gebruiksaanwijzing bedoeld? Voor iedereen. Ten eerste voor jezelf. Ken uzelf. Wie ben ik? Wie ben ik ten diepste? Op wat voor manier ben ik eigenlijk intelligent? Wat voor mengvorm is in mij aanwezig van het een van het ander? Op wat voor manier ben ik ge- en misvormd? Kan ik daarmee afrekenen? Kan ik het opschonen? En als ik dat dan gedaan heb, wie ben ik tegengekomen en hoe ga ik er werk van maken? Of hoe zet ik het om in creatie? Dat is heel anders dan dat je... Oh, je hebt ongeveer zus en zo'n IQ. Je gaat die in die opleiding volgen. En dus weg van dat human doing-achtige, meer human being worden weer. Dus weg van die homo sapiens en naar die homo conscients toe. He, dus een totaal ander mensbeeld. Ik weet niet of ik het in deze presentatie heb gezegd, maar wij vinden nu ook dat iedereen gelijk geschapen is. Dat is de grootste larikoek die er is. We zijn allemaal anders. Wat hebben we nu gezegd? Iedereen is gelijk geschapen. Je krijgt gelijke kansen. Oh, maar als je die kansen niet gebruikt hebt, heb je het verprutst en dan ben je een loser. Maar hoe meer bijzonder je bent, hoe oneerlijker het kan uitpakken. Dus gelijkwaardigheid of gelijke kansen is helemaal niet rechtvaardig. Dat is iets totaal anders. Het is rechtvaardig als iedereen het recht krijgt om zijn eigenheid te ontdekken en die te mogen inzetten. Nou, ik voel me af, ik heb het idee dat je een beetje wegblijft van emotionele processen. Dat klinkt een klein beetje. Als ik denk dat dat wel echt de kern is van je verhaal. Doe je het expres omdat het idee is dat het misschien te weten wat overkomt? Of niet intellectueel genoeg? Of? Nee, ik voel mezelf wel intellectueel, maar. Waarom moet ik daar weg van blijven? Hoe bedoel je? Nee, ik heb het idee dat je dat gebeurt, dat je dat doet. Omdat je net zei, van, het klinkt een beetje stichtelijk, maar heling. Nee, dat is volgens mij de kern van. Ja, vind ik ook. Maar, ja. Dus heel, hè. Dus, kijk, we zijn in spiritueel opzicht zijn we afgescheiden geraakt van de bron, als het ware. En dit verzond ik ook op een gegeven moment. Dus wanneer is de mens uit het paradijs? Ik voel mezelf een gnosticus, dus er is een soort goddelijke vonk in mij ontsproten, maar ik hang niet een bepaald geloof aan. Maar op een gegeven moment had ik het inzicht van, verdorie zeg, wanneer is de mens uit het paradijs verdreven? Dat is toen die eerste polariteit in de mens ontstond, die tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Toen begon het glazen. Toen begon de spanning. Dus... En ik denk dat, hè, dus, maar dit gaat vrij ver, maar
Dus op het moment dat je wel al die polariteiten doorkrijgt en dat iedereen die in beeld krijgt, dan kan je die innerlijke vrede nabij brengen. Maar nee, ik zei het net ook, het draait me niet zozeer om verlichting, maar wel om ontlasting als het ware. Ja. Daar draait het om. Ja, want verlichting is natuurlijk in de letterlijke zin van het woord rationeel. Als je terug gaat naar het aard, als je het van verlichting denken, dan gaan we over de reden. Wat jij vertelt is eigenlijk inderdaad van, je innerlijke shit is over het algemeen heel diep emotioneel leed. Ja. Ja, en vanuit het boeddhisme hè, wordt er ook gezegd van het leven is lijden, hè, dus je zit er altijd mee opgescheept. Maar ik ben zo stoutmoedig, dat kreeg ik een paar maanden terug, dacht ik, ja maar fuck, wacht even, als we nou een cultuur krijgen waarin dit inderdaad feilloos daar kan zijn, misschien dat je dan een heleboel van die karmische shit gewoon binnen één of twee generaties kan oplossen. Ja. En dan heb je die drie vergiften uit het boeddhisme misschien helemaal niet meer. Hè? En dan heb je daadwerkelijk een soort permacultuur voor de menselijke natuur. Want als je ook kijkt, daar heb ik het nu niet over gehad, maar als je kijkt naar de opkomst en ondergang van beschavingen, dan zitten we nu ook gewoon weer helemaal in een tijdsgewicht waarin de elite, dus de aarde is leeggezogen, de mensheid heeft zichzelf geweld aangedaan, de elite houdt vast aan de gevestigde orde. Misschien komt er een gewapende confrontatie. Maar dan, op een gegeven moment bleek de pleuris eruit en dan worden we weer teruggeworpen in ons evolutionaire bewustzijn als het ware. En dan begint de cyclus weer opnieuw, alleen de aarde is er slechter aan toe dan ooit. Dus volgens mij, volgens een hoop mensen hebben we die tijd niet meer. Dus moet je dat niet doen. En ik denk, dat is mijn denken, ik denk dat als we deze weg van neurodiversiteit inslaan, dat als we naar binnen durven te gaan en op dat vlak innerlijke vrede te bereiken, dat we dat andere niet meer nodig hebben. En dat we dus verder kunnen komen in ons bewustzijn. En dan kan die hebberigheid en gretigheid en dat materialisme waarschijnlijk ook een stap terug doen. En dan kan je het veel minder genoegen nemen en dan kan je, hè, ook weer die communicerende vaart waar ik net over had, dan kan je, als je die permacultuur zowel in ecosystemen kan ontwerpen en in de menselijke systemen en met elkaar, en je kunt dat vasthouden, dan ben je er misschien al wel. Het is utopisch, maar ja, mag ik? Ik heb het zelf nodig. Ja, vind ik ook, maar ja. Er is een groep die belang heeft bij dat machtsonevenwicht wat er nu is. Ja. Hoe denk je die te bereiken met deze boodschap? En nog erger, ervan te overtuigen dat ze hun macht gaan afstaan? Nou, die wil ik niet bereiken. ik hoop dat de dingen voorbereid kunnen worden, zoals Bernie Sanders dat ook probeert via een grassroots movement. En dat je op een gegeven moment gewoon een tegenkracht hebt die groot genoeg is, zodat die serieus een verschil kan gaan maken. Die in stilte groot genoeg wordt en dan ineens aanwezig blijkt. Ja, zoiets. Feitelijk de liefde over niet alles, daar komt het weer. Amo omnia vincit, ja, maar ja. Maar, en er zijn een hoop vrijheidsstrijders die het met hun leven moeten bekopen, maar ja, zwaar. Ik kan maar, ja, ik dit denk. Is, hè? Dit is ook een lange termijn ding. Dit, ja, kijk, en elke. Ik hoopte of je daar een idee bij had, want ik kan me in veel dingen herkennen en in vinden, op zekere hoogte. Maar het is zo simpel om nog even een stokje erin te steken en het houden zoals het nu is. Dus ja, dat doen de anderen. Maar kijk, je hebt dus. Kijk, dit is wat mij betreft gewoon de volgende stap in het evolutionaire proces van de mensheid. Hè? Dus ik weet niet of ik het hier eerder heb gezegd. We hadden eerst dus een strijd rondom ras, toen huidskleur, toen man-vrouw verhouding, toen seksuele expressie, daarna homoseksualiteit, heteroseksualiteit. En nu gaat het om het komen tot een neurale expressie. En eigenlijk dus het veranderen van mens als wezen en als diersoort. Dat wij tot onszelf komen, compassie krijgen met onszelf en alles om ons heen. Dus dat we de natuur ook weer gaan eren. Als wij dit niet doen, als we deze stap niet zetten, doordat dus elites en de gevestigde orde zijn macht kan blijven handhaven of weer een derde wereldoorlog laat uitbreken, ja, dan gaat het dus niet gebeuren. Maar dit is een perspectief wat vreedzaam zou kunnen zijn. En nog even om wat jij net zei. Dit zijn vrijheidsstrijden die tientallen jaren, misschien honderden jaren gaan duren. Maar je moet
Er zijn voorlopers, ik ben een voorloper, je moet eerst de stappen zetten, zodat het gezaaid wordt en op een gegeven moment los kan komen. En overal ter wereld nog even iets anders, en dat gaat weer even terug op het polariteitenmanagement. In China zijn ze nu enorm welvarend en gretig en hebberig als het ware. Hè? Maar in China zijn ze ook al aan het nadenken van hoe kunnen we weer terug naar die spiritualiteit om het minder te hebben. Maar in... Maar in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, hè, daar is helemaal de decadentie ten top. Daar is de vrouw nog in... Sorry? Voor de elite. Ja, hè, daar is de vrouw nog inferieur. Dus daar heb je polariteit tussen man en vrouw. In ieder geval, hè, tussen hoe het in de buitenwereld hoort te zijn en misschien hoe het in de binnenwereld is, dat weet ik niet. Hè. Misschien is daar de vrouw wel de baas. Ja, maar dan heb ik ook een enorme afstand. En ik heb ooit een artikel van een Egyptische socioloog gelezen. Die zei, die Arabische lente die mislukt gewoon... als je niet ook een seksuele revolutie hebt en een feministische revolutie. He, dus dat blijft mankind, de mensheid blijft gewoon er een potje van maken. Dus wat we eigenlijk nu nodig hebben, he, in mijn gevoel, krijgen we dus nu een, is de mensheid globaal bezig, kunnen we globaal op allerlei vlakken verbinding met elkaar hebben, en moeten we ook op een globale manier aan polariteitenmanagement gaan doen. Dus hoe ga je weg van dat... van die angst, hè, en die onzekerheid. Hoe ga je weg van het terrorisme bijvoorbeeld? En hoe ga je harmoniseren? Dat kan je heel bewust doen door te gaan includeren. Dus zowel tegenstellingen omarmen als proberen het midden op te zoeken. En wat is het midden in alles? Dat is onze medemenselijkheid. Dat is compassie, dat is liefde, dat zijn gedeelde waarden, gedeelde functies. Je bent een zoon van, een broer van, enzovoort. Als je dat doet en weggaat van... van het geld een tweespalt, hè, waar Trump ook zo mee bezig is, dan komen we er wel. En Obama, hè, probeert continu zijn menselijke gezicht te laten zien. Trudeau in Canada is continu bezig om vergeving te krijgen voor dat wat in het verleden is misgegaan. En die probeert de handreiking met allerlei groepen... De kern is, je kunt niks afdwingen. Je kunt niks afdwingen. Nee, maar je kan wel iets verzinnen. Ideeën kunnen de wereld veranderen. Verzinnen, gewoon door liefde, door... het goede overwint het kwade. Goed doen en proberen dat degene die kwaad in de zin heeft, dat iets daarvan overneemt. Dat het van iets kwijt wordt blijft hangen. Ja. Dat kun je niet afdingen. Nee. Liefde. Ja. Je eigen probleem oplossen, dat zei je zelf net ook al. Ja. Gewoon jezelf in de spiegel kijken. Nou, en ik als, denk... iedereen, als iedereen voor zichzelf doet, dan is alles opgelost. Ja, maar er zijn nu landen... Precies, maar je moet ook groot... Ik durf groot te denken. Ik denk dat als wij in ons land, na een transformationeel jaar, via een actie voor ontwikkelingshulp, he, die eigen liefde kunnen bereiken en voor elkaar. He, in Bhutan heb je bijvoorbeeld dat het CO2 negatief is of zo. He, en dat je duurzaamheid. Dat, dus in Bhutan heb je duurzaamheid. Bhutan staat dan bovenaan bruto nationaal geluk. In Ecuador hebben ze bijvoorbeeld alles op zonne-energie. En Nederland kan gewoon het land worden waar restorative human development als eerste ingezet wordt. Nederland kan een gidsland. Nederland wordt al een gidsland op het gebied van klimaat. Hè, om het klimaat tegen te gaan. Ze hebben een gang naar de rechter verloren. Nederland wordt misschien ook een gidsland op het gebied van de omgang met geld. Hè, door het burgerinitiatief Ons Geld. En we kunnen ook een gidsland worden op het gebied van empowerment. Dat wij allemaal onze eigen gebruiksaanwijzing mogen doorkennen. Dat we eerst zelf kennis-economie ter wereld worden. En dat human development een mondiale bedrijfstak wordt die hier ontstaat. En dat kan via zo'n nationale actie. Ja, het mooie is ook dat, ja, om iets kleinere schaal, maar ik merk dat in mijn kenniskring, vriendenkring, dat los van elkaar mensen hier dus heel erg behoefte aan hebben. Je ziet steeds meer mensen behoefte aan verbinding en om met zichzelf en de ander. En worden zich op een of andere manier in de laatste 10 jaar steeds meer bewust van er gaat dus iets mis. Ja. En het mooie daarvan is dat als je op een verjaardag of weet ik veel ergens bent, en iemand kan heel erg kwetsbaar over zichzelf zijn, van hé, ik heb nu dit en dit voor mezelf gezien, of, en zijn ego erbij kan loslaten, dan gaan andere mensen dat ook doen. Ja. Dat kan bijna niet anders, want andere mensen hebben die behoefte ook. Ja. Dus, klopt. Ja. Ja, dus je zelf draagt uit. Nee, maar niet, dat is te makkelijk en klaar. Dat is niet te makkelijk, dat je kunt niet meer doen. Tuurlijk. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee. Je kan gewoon, ik denk dat er een soort mengvorm mogelijk is tussen dat wat spontaan opkomt en het veld raakt er ook klaar voor. Dus misschien gebeurt dat spontaan, maar het kan ook zijn, net zoals in Estland, hè, dat het veld bleef aanwezig. Dat je denkt, nee, wacht even, we gaan het eens even anders inbedden. We gaan het eens even regelen. Dat kan ook.
Ja, je springt ook in een behoefte. Het is niet alleen maar van, hey, je hebt het niet nodig, maar je gaat het toch doen. Ja, maar ja, dat heb ik... Het is een straatvuil gaat, dus een straatvuil en dan opruimen we erin. Nee, maar dit gaat over mentaal zwerfvuil. Dit gaat over mentaal zwerfvuil. Het zit bij ons, het zit in ons alles, allemaal bij iedereen in het hoofd. He, ik weet niet of je ouders nog leven, maar als je ouders overleden zijn, had je misschien nog unfinished business mensen. Ja, hoe kom jij eraf? Niet, maar sluit wel weg. Of, we gaan ermee aan het werk. He? Want op het moment dat dat gebeurd is, dan raak je ook weer een beetje verlost van je shit. En dan ben je ook weer een andere vader voor je kinderen, bij wijze van spreken. Dus er is zoveel op dit vlak wat eigenlijk nog restauratie behoeft en heling behoeft. En als je dan een economie hebt die systemen steeds verder uitknijpt en mensen steeds verder onder stress zet, dan gaat dat niet gebeuren. En als je tegelijkertijd, ik ga even heel erg chargeren, en als je tegelijkertijd wereldleiders hebt, die zo'n Mark Zuckerberg en andere mensen die apps verzinnen en vanuit technische aspecten oplossingen verzinnen, maar je slaat daarbij het medemenselijke over en het zelf over en de heling van het zelf, dan worden we, en dat is Marshall Messing zegt dat, dan verworden we tot cyborg mensen. Ja. Dat is ook al wat in films al wel eens aangekomen. Dus dan verdwijnt dat gevoel op de achtergrond, terwijl dat is juist nodig om de liefde voor onszelf en alles om ons heen weer terug te krijgen. Want anders dan blijven we de wereld kapot maken, in mijn optiek dan. Hè? Dus volgens mij moeten we opbouwen. Dank jullie wel. Nee, maar ik ben gewoon... Hè? Nee, ik maak me er wel kwaad op.